Hallo, kijk zo niet. Ik ben Mark en ik ben hier vandaag weer met Hotelste Tycoon 2 met Ido. Hallo. En waar zijn we mee bezig? Even zien. Oh, laat beginnen. Een monteur aangenomen. Ja, en ik heb gelijk al een netwerksorganisatie. Lekker. Helemaal fijn. Ik ga Aqua opnieuw bouwen. Wat ben je aan het doen? Na Villa Fota. 41% betrouwbaarheid. Oké, achtbaan is dat? Oh, die. Ik zat al te kijken van welke achtbaan heb je het over? Die moet eerst worden gesloten. Oké, ik wil kijken hoeveel dat precies gaat kosten. Dus ik sluit gewoon de wachtrij nu af voor alle toegankelijke mensen. Bam. De toegang is nu gesloten. Dat kan. Maar alle monteurs zijn gewoon bezig in het park. Misschien hebben we dus al wat meer monteurs nodig, denk ik. Ja, ben ik ook aan het inkopen dus. Je roept me. Quarantaines neem ik aan. Vijf stuks. Zei je nou dat je een aantal containers aanneemt? Entertainers. Oh, ik wou al zeggen. Zat er wat zijn? Neem je een aantal containers aan? Ja, denk ik dat het kan. Maar ik bekijk me net even iets. Kijk eens naar de tijd hoe laat het is. Het is bijna een jaar 4. Oh. Dus we hebben nog maar een jaartje te gaan. Nee, het is bijna 6 uur. Ja, ook. Even zien hoor. Nieuw voertuig beschikbaar voor bootverhuur. Roeiboten. Nice. Naast dit. Naast nou, dit. Nee, dat is Pokémon. Ik weet niet wat dat heeft ermee te maken. Nice lief. Snap je de woordgrap? Nice blaadje, nice lief. Rip. De humor. Ik denk dat ik zo lekker Doolhof ga maken. Is dat goed? Maar moet je niet dol raken, hè? Dat is geen antwoord op mijn vraag. Dus daar kan ik niks mee. Peter, antwoord in. Go your gang. Hè? Go your gang. Oké. Doe ik het wel een beetje in de richting van de buiskant, want we zijn nu echt één kant aan het opbouwen, maar van de andere kant is het nog een beetje leeg. Let me see. En het regent alweer. Yay. Maar het is droog. Ik heb bijna 4000 euro, dus je kunt rustig. Ja, ik ook. Ik zit al bijna aan 5000, dus. Gaan we even deze kant mooi op. We hebben ook bijna 3000 bezoekers. Hey, ik zie een Doolhof. Gaan we ook even deze kant even een beetje mooi op. Moet natuurlijk wel een beetje moeilijk blijven. Ook even mooi deze kant weer op. Hop. De La Villa Volta is kapot. Dat is fijn. En de achtbaan is gerenoveerd. Nice. Lief. Goddammit. Maar het kost ook eigenlijk totaal niet veel om een Doolhof te maken. Maar het ligt ook een beetje aan hoe groot je hem houdt. Dus... Maar echt, om één vierkantje vol te hebben, dan moet je maar 27 euro te betalen. En dan kun je gewoon nog een pad in te stappen ook nog. Oké, dat doe ik dan even een mooi beetje zo. Ga ik even deze... I got a great idea. For building my new attraction. Dat mag je doen, maar dan moet het wel in het Nederlands graag. Ok. Oké, deze die gaat dan weer mooi even hierheen. Ai ai, Captain. Cheese hack.
Oké, deze gaat even mooi daarin. Het enige wat op mist is de uitgang. En de ingang. Aye aye, Captain. Are you ready, kids? Oké, nee, dat moet wel zo. Snap jij de referentie die ik net deed? Ja. Helaas wel. Ik maak het dan gewoon een beetje zo groot, denk ik. Iets groter mag wel. Dan hou ik ook gewoon een gangetje hierheen. Dat is echt grandioos geweldig. En dan komt dan hier een beetje de ingang. Dungeon de prijs kapot gaan. Ik ben helemaal vergeten dat we de attractie zo hebben genoemd. Waar stond ik was weer? Weet ik veel, jij hebt er geplaatst. Welke attractie was dat? Dat is something that I do not know. Zo, top. Ik heb de Dolhof geplemd. Geplampt? Ja. Zo, dat lijkt me wel goed zat. Oké, nu moet er nog even een uitgangetje komen en... Mooi even simpel doen, dan doe ik er gelijk een dubbel pad van. Oeh, daar komt dit niet uit! Nou, simpel, dan doe ik het gewoon zo, ook goed. Ik zei het rood. Oh, daarom kan ik niks bouwen. Komt waarschijnlijk omdat mijn netwerksynchronisatie dat niet doorgeeft. Maar wat voor iets gaan bouwen? Ja, want ik ben al bezig met een pad. Behalve, ik sta gewoon 3000 in de plus en dan kan ik toch niks bouwen. Dus wanneer dat even aan de gang is, ga ik even... Nou, moet je eens kijken waar ik mee bezig ben. Ik weet niet waar je mee bezig bent. Oh my god. Jee, maar wat de fuck ben je aan het maken? Ik ga nu eventjes mijn game even herladen, dus ik ben zo terug. Tot zo. Ondertussen is een nieuwe speler gejoind. Wauw. Namelijk Mark. Hallo. Bedankt voor uw begrip. Ja, nee, dat kan. Ja, nee, ja, dat kan. Maar misschien kun je nog wel een uitgang bij het pad neerzetten waar ik nu nog mee bezig ga. Kan. Nee. Gaat echt te veel geld kosten. Waarom is dat dan? omdat ik last heb van subtropische blaftyfus. Ja, dat kan. En B, ik weet niet waarom. Dus je hebt serieus maar één reden? Nee, mijn tweede reden is... Dus, ik weet niet waarom. Even kijken. We moeten meer geld hebben. Ja, want ik zit nog steeds te wachten om dat pad überhaupt te kunnen maken. We kunnen even geld gaan lenen. Nee, doe ik niet aan. Volgens mijn attractie bouwt toch niet een heel verstandig idee nu.
Waarschijnlijk niet, nee. Als we even 700 hebben, met een dure campagne staat, komen er meer mensen op af. En de internetprijs gaat natuurlijk. Ja, dan kun je dat ook wel gelijk doen. 35. Nee, 40. We moeten wel veel geldautomaten neer te plempen. Dat lijkt me ook wel een verstandig idee, ja. Want als mensen uit hun geld zijn, ja, dan kunnen ze niet meer dingen halen. Nee, daar gaan we dus niet bouwen. Ene moment zie ik hem en de andere moment, tjo, doei. Is er niet meer. Oh, daar komt er net ook de synchronisatie weer. Yay! Woo, yeah! Hoeveel geld heeft mensen nog? Spiraalglijbaan 1 is nog steeds niet gerepareerd. Controleer. Ja, geld op zak. Controleer. 6,70 euro. Ja, geen wonder. Oké, een vraagje. Hoe kunnen mensen in de geld, die de geldautomaat gebruiken gelijk passagiers zijn? Hoe? Iets klopt hier niet. Plaats van subtropische bladdieves. Ja, mensen gaan gewoon echt naar huis, maar ze gewoon geen geld meer. Nou, daar hebben we gelijk een geldautomaat. Chill. Zullen we ons eigen geldautomaat gaan overvallen? Zo werkt dat niet. Ja, maar er heeft nooit iemand gezegd dat het niet werkt. Nou, ik wel. Nieuwe attractie, 3D-bioscoop. Kijk uit, komt het leven, paniek. Oh, je bent er weer aan het bouwen? Ja, ik wil dat pad eens een keer af hebben. Nou, hij heeft het nog niet kunnen aansluiten eigenlijk. Ah, is niet te laat voor. Stop! Get away! Daar zijn we weer rood. Yay! We beter helemaal mee kunnen wachten om eerst wat meer geld te hebben. Ach ja. Als ik even kijk, hè. We besteden heel veel geld aan marketing. We lonen gewoon 1984. Jemig. Horeca verkopen, gewoon gemiddeld 1500. En zo dan 1900 en 2000. Yep. But I need more money. In case of emergency. In case of money. Een hoed 52. Zo, dikke lag opeens. God. Ja, ik kreeg in één keer loading in mijn. Je begon ook behoorlijk hard te haperen, hoor ik. Zo, heel. Ik had iemand die de tv aanzet. Ja, dat zou best wel kunnen. Dat zou ik niet kunnen weten. Oh nee, er is een stukje gras gegroeid. Oh. Mark, we kunnen beter wat geld sparen. Maar ik zit al aan de 1000 euro's. Oh, nu niet meer. Maar ik niet. Het gaat niet om waar jij aan zit, maar waar ik aan zit. Oh, echt? Ja, dan heb ik het pad toch wel afgemaakt. Zet er dan meteen een schoonmaker op. Goed idee! Ik knal hem dan meteen maar open, want... Ik zet een paar extra kraampjes neer, extra money.
En ik denk dat ik hem ook nog even aan, naar die andere kant connect. En dan bedoel ik mee het vliegend tapijtgedeelte. Ik daar ook nog even een stukje pad aanleg. Ja, maar hoe we dat doen dan? Gewoon met een soort van... hoe heet dat? Ja, een soort van bruggetje of zo. Dat wil gaan noemen. Dat kan wel. Ik heb al een beetje een idee hoe ik dat ga doen. Want één gedeelte van dat pad naar dat vliegend tapijt, dat gebruiken ze niet. Haal ik dat weg en dan zet ik daar dan dat trapje. Welk pad van vliegend tapijt gebruiken ze niet dan? Nou, wat ik nu weghaal. Oh, dat bedoel je? Ja. En zet ik daar dan gewoon een trapje neer. Zeg maar gewoon dat het pad breed is. Ja, nee, dat kan ook. Kun je daar even een bord neer zetten? Toevallig. Voor de... Nee! Een bord op dat stuk weg. Zodat mensen daar niet op kunnen komen. Zoiets? Nee! Echt jemig. Ik ga het niet eens meer proberen. Dit? Oh, wat bedoelt hij dat? Ja, die ja. Dat is een lichtkrant. Het kan me niet boeien wat het is. Hup. En dan naar beneden. Pas dat. Voetpad ligt in de weg. What the fuck? Maar kijk, er is een pad met voeten. Oh, echt? Oké, dan doe ik dit zo. Pas ik het even iets. Oh nee, dan gaat dat ook wel. Top! Nee, het ik weet niet hoe, maar pas ik op precies. Mooi toch? Kijk hoeveel bezoekers erbij komen. Zo, we zitten bijna aan de 3000 bij mij. Ik zit er al overheen. 3007. Nou, ik ga even de bankjes neerplempen op dat nieuwe gebied. Dus ik ben, weet je wat? Als je zo mooi aanlegt, maar dan laat ik mijn trein dingetje erop op aansluiten. Ja, dat zei ik toch. En daarna kunnen we misschien nog wat kraampjes hier neerplempen. Ja, dat doe ik nog niet eens. Oké, ja, die herrie-machine is nu wel heel kapot. Je had hem steeds hoger gaan. Dat is wel komisch. Wat? Die herrie-machine is kapot gegaan. Dus die mij niet. Dus dat muziek dat gaat er heel vaak en die zit er weer te trippen. Net zoals in een van de vorige afleveringen. Gaat hij helemaal shaken, echt. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Ik zie gelijk de hele rij met min 32, min 32. Ik denk van, wat de fuck ben je daar dan weer aan het doen? Oh nee, wacht, je maakt een tunnel. Never mind. Als er nou goed uitkom. Ik denk dat ik toch nog maar even een aantal kraampjes daar neergezet. Nee, wacht even. Nee. Okay. Moet wel de juiste prijzen zijn, hè? De afzetprijzen. Dan mag jij dat wel doen, want jij bent de expert in. Tuurlijk, ik zet alles af wat los en vast zit. Ik moet natuurlijk wel mijn auto passen, anders wordt het lastig. Hoeveel stoomlocomotieven kunnen hierop? 2035.
Zal ik eerst de Sonic hier weghalen? Ja, die haal ik zo meteen weg. Hier is namelijk ook één. Oh, er is een beveiliger die nog geen pad heeft dan. Oh, die zet ik op dat nieuwe gedeelte. Maar we hoeven hem dan wel eventjes meteen. Ja, op een of andere manier doet hij daar heel vaag over. Dan wil hij hem niet oppakken, dus dat is het probleem. We hebben 10 treintjes. Oh, dat moet wel genoeg zijn. En dan kun je nog even de paden aanleggen. En de andere dingen. We moeten maar eerst zorgen dat ze allemaal naar het juiste station toe gaan. Of... Als ik op shuttle modus zetten? Je mag van mij doen wat je wil, joh. Maar zo erop zitten, treins of trams? Maakt het uit. Ja. Doe maar gewoon treinen voor de fun. En ik zet het maximaal aantal personen van de Dolhof wel wat hoger. Ja, weet je het zeker? Echt een trein? Ja, doe maar. Kunnen wel meer mensen in. Ja, meer mensen, ja. Blokken ijs. Nee, minder mensen. Houten schuttingen, stenen, muren, heggen. Nee, minder mensen. Ja, wel minder mensen. Veertig. Hoor je ze al? Nop. Ik zit echt bij die dol op te kutten. We komen er zo aan. Even wachten. Even zien, zou ik ook even daarmee helpen met die palen aanleggen of doe je dat? Ja, maar gewoon sparen aan hoor. Nou ja, we geven het eerste. Hoi! Gewoon laten zo, staat prachtig. Echt waar, denk je zo van, oh dan ga ik daarmee beginnen, zie je Ido daar ook beginnen. Ja, nee, dat is efficiënt. Nee, hallo, ik was er niet. Wat? Ik deed serieus niks. Dat deed ik dan echt zelf. Jetskis is beschikbaar. Ja, de tjoek tjoek trein. Nee, Pat, what the fuck ben je aan het doen? Ik zeg toch dat je het anders moet doen. Jemig. Nee, hou op. Waar ben je bezig dan? Dicht bij die Dolhof. Oh, daar. Dat wil maar niet werken. Nou, klim ik het ook weer zo. En dan mooi zo, just for the shits and giggles. Maar je kan mensen wel van de ene kant naar de andere kant van het park leiden, dit. Ja, dat klopt. Behalve bij jouw eerste baron ding. Moet ik even kijken hoe ik dat ga doen. Dus naast dat ballonnenkraam is één stukje pad vrij. Oh, ik heb die uitgang wel de verkeerde kant gezet. Ja, nee, dat bedoel ik. Die uitgang die komt net op de plek waar de ingang staat. En dan net op het plekje. Dus hier ongeveer. Nee, één plekje naar links. Bij de uitgang naar één plekje naar links, daar. En de ingang komt helemaal aan de rechterkant te zitten. Nee, wacht even, ik ga mijn hoekjes wel wat aanpassen. Even wachten. Sluit de game af. Rip. Maar minimaliseer ik de game. Zie je het veranderen? Ja. Better. Kijk eens aan.
Maar we hebben bijna 6000 euro. Rip. Even kijken, maak ik dit pad nog eventjes mooi. Zo denk ik. Hop, 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 hop en hop. Nou, dat is de andere kant. Oh, kan ik hier niet plaatsen? Dit kan niet op een wachtrij geplaatst worden. Nee, dat wou ik ook niet. Wat ga je doen dan? De prullenbakjes neerplempen. Oh, 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 oh. Ik kan het beter zo doen. Jemig, in één klein stukje bij die wilde muisachtbaan, dat zit heel wat kot. What the fuck is daar geen... Er staat wel een schoonmaker op. Nee, eigenlijk net niet, maar nu wel. Die heb ik er even één opgezet. Jawel, die heb ik er net opgezet. Die heb ik net ook erop gezet. Ik heb het nu moeten joinen, was het gefixt. Ach ja. Klik. Boom. Je mag niet klikken. Wat zijn we? Kinderen? Jij jokkebrok. Kijk, ik denk dat we dat nieuwe gebied wel kunnen opgooien, of niet? Ik wil eerst wat anders gaan testen. En dat is? Gooi het door, los. En die miniatuurtreintjes. Ik ben benieuwd hoe lang het voor de mensen die ik zou. Zouden we dat niet de volgende aflevering doen? Lijkt me toch beter, of niet? Ik wil ook weten hoe slim ze dadelijk zijn. Dus ik heb een paar paden blokkeren, ook de andere kant op terug. Ik wil even testen hoe slim ze eigenlijk zijn. We hebben wel weer 7000. Ja, dat klopt. Eigenlijk moeten we blikjes water gaan verkopen voor 15 euro per blik. Gast, afzetters. Echt waar. Dan gaan we eens even testen als dit gaat werken. Kom maar eens kijken hoe slim die mensen zijn. Het is gewoon een heel stom idee eigenlijk dit. Dat lijkt me ook. Maar ook van het doel van het park zelf. Hé, hey, iemand heeft de weg teruggevonden. Deze attractie is echt ziek populair. Oh, je hebt die mensen in die miniatuurspoorwegen laten gaan. Ja. Ah. Zo, dan komen er nog behoorlijk wat doorheen hoor. Jemig. Gaan we eens even kijken. Die weg. Eens even kijken hoe goed die persoon in die dolf doet. Nee, je mag niet springen. Dat is cheaten. Dat mag niet.
Nee, stout. Stout. Reuzenrad 1 is kapot. Eén loopt er weer terug. Ja, doe je. Zullen de paarden helemaal losgooien? Doe maar. Maar ik wil iets anders testen. Laten we gewoon eens gaan testen. Kijk hoe slim de AI is. Zie je wat ik gedaan heb? Ja, je hebt de ene kant wel dicht gedaan, maar de andere kant nog gewoon opengezet. Dus of het ziet eigenlijk helemaal zwart van de mensen. Of nobody gives a shit. Gaat de trein. Ja, er gaan behoorlijk wat met de trein, ja. Maar ik ga nu deze aflevering afsluiten. Ik hoop dat je het leuk vond. Geef een like, abonneer op mijn kanaal. En dan zie ik hem ook weer. Later.